Hoi allemaal, vandaag neem ik jullie weer mee in een nieuwe vlog van mij. Ik ben even naar een leuk plekje gereden, want ik hou echt gewoon van kastelen. Dat kunnen jullie denk ik niet zien, maar daar heb je een kasteel. En ik vind het zo'n fijne plek om te komen soms, gewoon even in je eentje lekker rustig. Dus vandaar dat ik even hier sta met mijn auto. Vandaag is het echt prachtig weer. Maar ja, door het coronavirus mag je natuurlijk eigenlijk niet echt buiten komen en zo. Maar bij het kasteeltje is het helemaal rustig. Ik ben helemaal alleen, dus dat scheelt. Het is echt gewoon een plekje om even tot rust te komen. Maar goed. Het is een hele stressvolle week geweest. Ik had vorige week... Even kijken nog. Ja, vorige week maandag. Het is vandaag zondag. Vorige week maandag had ik een afspraak met mijn neuroloog. Die heb ik gesproken. Maar je kan je voorstellen, door de coronacrisis, wat voor chaos het overal is in ziekenhuizen. En... Nou, het was goed. Ik mocht doorgaan naar mijn trial met de Irenumab, omdat het zo goed ging. Dus daar ben ik heel blij mee. En ze zouden het gaan regelen. En nou komt het. Dus maandag had ik nog niks gehoord van Eurocept. En Eurocept is dus een bedrijf dat CGRP-remmers komt afleveren. En die belden van tevoren en die zorgen ervoor dat ik een spuit op tijd heb. En een soort van, ja, we nemen een soort van ziekenhuiszorg op zich. Maar voor mensen die... Ja, thuiszorg nodig hebben. Het klinkt een beetje raar, want ik werk gewoon fulltime. Maar dat was eigenlijk de eerste keer kwam er iemand langs. Mirte, dat was echt een heel lief meisje. En die kwam voordoen hoe de spuit gedaan moest worden. Dus het voelde ook heel raar. Je bent kei jong en dan komen ze... Maar het was voor de spuit, dus dat was logisch. En die zaten er ook echt bovenop. Dus ik had ze maandag gebeld. Ik zeg... Hebben jullie me iets gehoord voor mijn spuit? Want ik zat echt gewoon te wachten. En dan zeggen, nee, ja, sorry, we hebben het ziekenhuis al een berichtje gestuurd, maar we hebben nog niks terug gehad. Dus ik, oké, nou dan bel ik mijn neuroloog wel even, dan mogen we het komen. Ik ben anderhalf uur bezig geweest om er doorheen te komen. Omdat het gewoon onmogelijk was. We hadden allemaal problemen met telefoonlijnen. En of ze hoorden me weer niet, en dan werd de verbinding weer verbroken. En ik raakte zo gefrustreerd. Uiteindelijk kreeg ik iemand aan de telefoon. En dat op een gegeven moment het meisje wist wat ze moest doen. En verder kon ze me ook niet meer horen. En toen zei ze, maar ik ga het regelen voor je. Dus ik, oké, is goed. Ik ben wel blij. Maar intussen had ik dus Mirte van Eurocept ook al een berichtje gestuurd. Van, hè, zou jij eens willen kijken voor me? Maar dat was eigenlijk op de dag dat ik Eurocept dus ook al had gebeld. Ze reageerde de dag erna van, ja, we hebben er niks gehoord. Dus ik denk, oh. Dus ik heb weer de neuroloog gebeld. Ik denk, ja, ik schaam me bijna. Omdat het gewoon, het coronavirus is veel belangrijker dan eigenlijk mijn spuit, zou je dan denken, soort van. Maar ja, voor mij is het een wondermiddel, dus ik heb het nodig. En dus ik heb weer het ziekenhuis gebeld. En ja, ik ga er gelijk achteraan. We gaan er met spoed achteraan. En inderdaad, de dag erna bel ik Eurocept. En ik moest zo lachen met die plannen, want ze zei... Ja, je stond op de lijst om gebeld te worden om een afspraak te maken voor je spuiten. Dus ik echt, oh my god, ik zo blij, zo blij. Want het was gewoon geregeld eindelijk. Nou, en vrijdagochtend kwamen ze met een busje en ik zie het busje wegrijden. Dus ik helemaal in paniek, ik achter dat busje aan rennen. Oh, zo erg dit, zo erg. Mensen zeggen, je lekker junk. Maar goed, weet je, als je zo'n wondermiddel hebt. Die man heeft gewoon een wondermiddel in zijn handen zonder dat hij door heeft. Dus die man zat me ook echt aan te kijken van, wat is dit? En ik zei, je hebt echt een wondermiddel in je hand, want mijn migraine houdt gewoon op. En ik heb het zo erg nodig. Dus hij was wel blij dat ik zo enthousiast was, denk ik. Ik heb thuis wel even een vreugdedansje gedaan nog. Echt heel erg dit, maar... Ja, ik weet niet, sinds ik een Irenumab heb, dus... Zo'n wereld van verschil. Ik heb gewoon geen migraine aanvallen meer. Helemaal niks. Ik heb gewoon echt mijn leven terug. Het is gewoon... Ik ben tegen beter weten in. Ik weet het. Ik mag eigenlijk niet. Maar ik wou mijn moeder heel graag zien. Dus ik ben toch even bij mijn moeder langs gegaan. Weet je. Wel genoeg afstand moeten houden. Maar ja, weet je. Ik mis haar gewoon, weet je wel. En... Ja, dat was gewoon zo fijn. En normaal zou ik me eigen druk moeten maken, weet je. Want dan weet je gewoon, als ik dat van tevoren heb voorgenomen om iets leuks te gaan doen. In dit geval mijn moeder dus. Dan wist ik gewoon dat ik een migraineaanval zou krijgen. Dat wist ik gewoon. En nu hoef ik me gewoon nergens geen zorgen over te maken. Dat is zo raar. Weet je, ik kan gewoon
Ik beslis, dit ga ik doen. En ik kan het. Ik kan het. Er is geen migraine die mij gaat tegenhouden meer. Ik ga gewoon. Weet je, en het is zo bizar. Echt, ik heb vorige maand 1 aanval gehad. Ja, wat is een aanval? Sorry, maar... Niet buigen naar andere mensen. Zo moet niemand het opvatten. Maar als je van 8 tot 12 aanvallen per maand... naar misschien nog 1 halve soort aanval gaat... dan ben je dolgelukkig. En denk ik moet mijn enthousiasme toch echt delen, weet je. Want ik ben ook de mensen van Eurocept heel dankbaar. Want ik weet nog wel de eerste keer dat Meerte bij me langskwam. En er stond zo'n heel lief meisje. Of ja, vrouw moet ik zeggen. Want ik zie mezelf ook steeds als meisje. Maar ik ben ook al 34. En ze stond daar. En ze was zo lief. En ik dacht, we moeten mensen gelukkig zijn. Dat jij gewoon bij ze thuis langskomt. En ze toch mij helpt, weet je. Ik vind het gewoon heel knap dat ze het gewoon doen. Maar ik heb ook gewoon niets meer dan alleen maar lof voor Eurocept. Want hoe zij er bovenop zitten, dat is gewoon zo bewonderenswaardig. Ik hoef ze maar te bellen en ze staan er gewoon. Maar ook horende dat hun meerdere berichten hebben gestuurd, faxen hebben gestuurd, gemaild hebben, gebeld hebben naar het ziekenhuis. Om ervoor te zorgen dat mijn herhaalrecept werd geregeld. Dan denk ik, ja, het is helemaal niet hun probleem eigenlijk. Weet je? Hun hoeven het te leveren. Ja, dat doen ze. Maar onze staat vergoedt het niet eens. En toch staan ze daar. Ze vechten voor je. Weet je, en dat doet zoveel met me. Ik had echt zoiets van... Hoe kan het dat hun zo erg hun best doen voor iemand zoals mij? Het heeft mijn leven zo veranderd gewoon. En ik hoop gewoon... Dat zoveel meer mensen gewoon het ooit mogen gaan meemaken hoe het is... Om gewoon migrainevrij te zijn. En dat is, ja... Ik hoef nergens meer over na te denken. Ik kan gewoon mijn leven leiden zoals ik het wil. En ik heb iedereen achter me staan ook. En dat is zo fijn. Er is gewoon... Ja. Het is heel bizar. Ik werk nu ook een paar weken al thuis. Misschien helpt dat ook wel een beetje. Ik heb heel veel rust. En ik wandel best veel buiten tegenwoordig nu. Want met coronavirus mag je helemaal niks doen. Maar er zijn ook misschien je triggers. Dus ik ga het de komende maanden toch weer verder bijhouden. Want als we op een gegeven moment gewoon weer terug naar kantoor gaan. Dan gaan we zien hoe het verder gaat. Maar dit was een wat langere vlog. En ik ga jullie gewoon mee blijven nemen in mijn vlogs. Om te laten zien hoe het gaat. En voor mij is het gewoon een wondermiddel tot nu toe. En ik heb gehoord bij sommige mensen dat na een aantal maanden alsnog fout kan gaan. Dus ik blijf het wel bijhouden. Maar ja, voor mij ziet het er zo positief uit dat ik gewoon echt hoop blijf houden dat het zo blijft. Dus ik zou zeggen, ja, geniet van een prachtige dag. En je hoort me weer snel. Blijf het maar volgen. Doeg!